Het onderwerp van vandaag, een blik op de toekomst met het Sigma-project. Aan de Grote Vijver in Battenbroek op grondgebied Mechelen. Daar waar het Sigma-project Deilemonding al enkele jaren loopt, daar gaan we vandaag in deze vlog een kijkje nemen. En daar neem ik jullie mee naartoe. Zo, dan gaan we bijna vertrekken, want anders wordt het te laat. En het is nog altijd een prachtig mooi zonnetje hier. Het is lekker warm, 24 graden vandaag. Als het de eerste keer is dat je op mijn kanaal komt, dan ben je super hard bedankt. En ik zou je toch willen vragen om te kijken tot het einde van de video. Ik ken u helemaal niet, dus ik weet helemaal niet hoe u terechtgekomen bent op mijn videokanaal. En dat zou ik dolgraag weten. Bekijk heel de video, doe me een plezier en schrijf daarna hier onderaan deze video uw reactie, hoe je mijn kanaal gevonden hebt en wat je verwachtingen daarvan waren. Vond je het goed? Een duimpje omhoog is uiteraard fantastisch. Ik zou zeggen, we gaan nu op de fiets stappen en we gaan verder, want de beelden die wachten op u. Tot zebiet, hè mannetjes. In Vlaanderen bouwt de Vlaamse overheid een gecontroleerd overstromingsgebied. En dat over een afstand van 642 kilometer dijkwerken. En dan spreken we van een 100 hectare, min of meer. Via deelgebied 10 vierendelen fietsen we vanaf hier ongeveer in Walem richting Zennegat. Tijdens deze fietstocht zal je dan ook merken dat we immens grote bouwwerken passeren waar eigenlijk al een heel Tijdens deze fietstocht zal je dan zo dadelijk toch merken dat we passeren rond immens grote bouwwerken waarvan al een heel groot deel tot stand gekomen is. Dit dankzij de waterwegbeheerder, de Vlaamse Waterweg en Agentschap voor Natuur en Bos. De Grote Vijver met een oppervlakte van 79 hectare heeft langs de zuidkant een recreatieve functie en zal naar schatting zelden onderlopen bij eventueel extreem stormtij. Om noord en zuid te scheiden wordt een kofferdam of waterkeringsmuur aangelegd. Zo, ik ben even gestopt hier tijdens de fietstocht. We staan hier dus aan de achterzijde van de kofferdam, waar we daar juist teruggestart zijn. En hier aan de rechterzijde zie je dan het voetbalterrein van Walem eigenlijk. Hè. Dan gaan we nu verder fietsen.
Hier achter mij zie je dus een prachtig stukje natuur van het Battenbroek in Walen. Ik kan daar niet zoveel over vertellen eigenlijk, buiten dat het fantastisch is en dat je zeker eens moet komen kijken naar het natuurgebied hier. Vooral nu tijdens de werken die geweest zijn, is het indrukwekkend veranderd en eigenlijk heeft de natuur er nog meer voordeel uitgehaald. Vooral vogels hebben hier een plaats gevonden en dat merk je zeker en vast als je hier voorbij fietst of voorbij wandelt. We zijn hier aan de sluis van het overstromingsgebied Zinnegat aan het einde gekomen van deze fietstocht door Mechels Rivierenland. Wil je nu meer weten over de ambitieuze plannen van de Vlaamse overheid over dit gebied en andere gebieden wat de overstromingsgebieden betreft, dan heb ik hier voor u onderaan een link geplaatst waar je natuurlijk heel wat andere informatie kan te weten komen. En zoals je ziet, zo hier rechts van mij, zijn dan de slikken en schorren die gevormd zijn. Heel belangrijk eigenlijk voor de natuur.
en ook heel belangrijk voor de voedselketen. Dit gebied is ook heel belangrijk, of eigenlijk een hotspot voor fotografen en natuurliefhebbers, want er zijn heel wat vogelsoorten die hier te vinden zijn. Een goede telelens, dat heb ik spijtig genoeg niet, maar met een goede telelens kan je hier echt prachtige foto's maken. Dan ga ik nu van jullie afscheid nemen. Ik ga de camera uitschakelen. En ik hoop jullie een van de volgende vlogs uiteraard terug te zien. Vergeet zeker en vast niet jullie te abonneren op mijn kanaal en op het klokje te tikken. Dan krijg je een notificatie, een melding zeg maar, telkens ik een nieuwe video gepubliceerd heb. Voor de rest, ik zou zeggen, beste vrienden, beste mensen, hou jullie gezond, dat vooral. En kom zeker kijken naar mijn video's. Want dit kanaal, daar mag je nog veel meer van verwachten. Ciao, adios en tot een volgende keer. Bye.